Het grootbedrijf Newmont zou vandaag de productie stopzetten als de actie van de Pamaka-gemeenschap niet was opgeheven. De schade voor Suriname zou daarmee meer dan 1 miljoen dollar per dag bedragen. Shirley Souma Sumter, Senior Director External Relations, reageert opgelucht dat het niet zo ver is gekomen. Ik moet u verklappen dat we vandaag het moeilijke besluit zouden nemen om onze productie stop te zetten als de wegversperring gisteren niet zou zijn opgeheven. Mm. En dat zou betekenen dat als bedrijf, maar ook vooral als land, enorme schade. We hebben trouwens al aan schade, extra kosten, maar we hebben de productie niet stopgezet. Maar dat zou zeker het geval zijn als gisteren de wegversperring niet was verwijderd. En u moet weten, de getermde inkomsten als onze productie stopt, is ongeveer 1 miljoen US dollar per dag. Dus de gederfde inkomsten voor de staat Suriname. Mm. En dat komt omdat we dus minder royalties gaan betalen, inkomstenbelasting. En natuurlijk onze partner Staatsolie, die 35% in de Merian-operatie participeert, die kreeg dan ook minder winst. Mm. Dus het is een impact van niet te onderschatten omvang, want voor elk land, maar zeker voor Suriname en in de huidige economische crisis waar we ons in bevinden, ja, is een schade, want dat is het, of gederfde inkomsten voor het land van 1 miljoen US dollar per dag niet te dragen. In onze nieuwsuitzending van morgen komen we terug op dit vraaggesprek met de directeur van Newmont, Shirley Souma Sumter.